Goedenavond Latoya, we staan hier op de persvoorstelling van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor alsjeblieft. Ja, goedenavond, ik ben Latoya de Locht. Ik ben 27 jaar en ik ben afkomstig uit Mol. Ja. Dat is vlakbij, hè? We zitten hier toevallig in Mol. Ja, we zitten midden in Mol, ja. Dat is 2 minuutjes van mijn thuis. Je doet nu mijn misverkiezing mee. Hoe komt dat? Ik zou graag veel meer zelfvertrouwen krijgen. En ik denk ook wel dat het een ervaring is die een vrouw wil meemaken in haar leven. En ik ben al een vollere vrouw. En ik vind vollere vrouwen zijn even mooi als gewone vrouwen. En dat mag ook gezien worden. Ja, je hebt gelijk. Wat vinden je familie en je vrienden ervan dat je meedoet? Ze steunen mij volledig. Ze hadden in het begin een beetje bang vanwege het feit dat ik een vollere vrouw ben. Maar bij deze misverkiezing draait het niet alleen om het uiterlijk, maar ook om de persoonlijkheid. En dus hebben ze zoiets gaat ervoor. Hè. En wat doe je nu in het dagelijks leven? Momenteel werk ik als huishoudhulp. Dat is ideaal te combineren met mijn kindje. Ik ben een alleenstaande mama, dus ik doe alles alleen. Dus ik regel mijn uren en mijn dagen met mijn werk. En wat heb je, een dochter of een zoon? Ik heb een zoontje van 3 jaar genaamd Angelo. Oh, dat is nog heel jong, hè? Ja, ja. Nog veel werk aan. Ja, wel heel fijn. Leuke leeftijd, heel leerrijk. En ze beginnen zo zelfstandig te worden. Jawel, echt fijn. Was tot nu toe de beste periode geweest om met je kindje zo? Ik vond persoonlijk zelf de geboorte. Een babytje, helemaal afhankelijk van de mama. De band tussen moeder en kind dat geboren wordt. Dat is heel intens. Je wordt een heel andere vrouw op die moment. En ik vond dat toch wel het geweldigste. Maar elke leeftijd heeft zijn charmes. Ja, ja, ja. Ja, er komen nog wel vele jaren natuurlijk. Ja, fases. Ja, inderdaad. En wat heeft je ertoe wat aangezet om zo met de misverkiezing mee te doen? Ik ben altijd gepest geweest op school. En ik heb het zelf heel moeilijk altijd gehad met het feit dat ik voller was. Is daarvoor ook dat ze je pesten? Ik was op jonge leeftijd al vlug vrouw eigenlijk. Ik had mijn vormen al. En ik viel eigenlijk uit de toon tussen de meisjes van mijn klas. En daar werd ik dan toch wel echt op gepest. Je waren meer jaloers als iets anders dan? We waren in principe eigenlijk nog kinderen. Maar ja, ik denk het wel ergens. Je bent meisje met je rondingen. En de anderen waren nog redelijk kind van lichaam. En ik denk wel daarom dat ze mij daarop hebben gepakt. Heb je hobby's? Doe je andere dingen graag buiten werken? Ja, ik ben graag creatief bezig. Dus met juwelen, kralen. Ik teken ook heel graag. En knutselen, thema's met Pasen, met Kerstmis. Ik vind dat enorm fijn om creatief bezig te zijn. Dat geeft rust. Doe je dat dan voor jezelf of ook voor andere mensen? Meestal voor mezelf. Ik heb al wel voor andere mensen juwelen gemaakt eigenlijk. En met Kerstmis en zo maak ik wel decoratieve dingen voor anderen als ze dat vragen. Ja, super, hè? Nu, je doet nu mijn misverkiezing mee. Wat heb je ervoor nodig, denk je, om een misverkiezing te kunnen winnen? Wat heb je daarvoor nodig? Ik denk vooral dat je jezelf moet zijn. En ook wel inzet moet tonen, dat je achter de doelen staat, dat je inzet voor de dingen die ze verwachten. Voor de rest gewoon jezelf zijn. Ja. Als we nu nog jou beter zouden moeten leren kennen, wat moeten we dan nog zeker weten? Ik ben iemand heel sociaal, maar soms best wel verlegen ook wel. Ik gun iedereen zijn geluk. Dus alle finalisten die hier meedoen, ik gun die allemaal dat plaatje om te winnen. Ik doe zeker niet mee om te winnen. Vooral voor het avontuur. Dus ik ben gewoon Latoya eigenlijk. Okay. Wie dat je ziet staan, dat ben ik. Okay. Ik zou zeggen, go for it, hè, Latoya. Dank je wel, ik ga mijn best doen. Bedankt. Dank je.